Zandvoort Sport nabeschouwing. En die nabeschouwing is met Ronald Bakker, trainer van Vokluma, zowel dames 1 als dames 2. Goedemiddag, Ronald. Goedemiddag. Goedemiddag. En jullie speelden in ieder geval met dames 2 tegen Bruforts, dames 2. En het was eigenlijk wel een belangrijke wedstrijd, want dames 1 van jullie, die strijdt natuurlijk om de titel. En Bruforts, dames 2 ook, Brufok. Jullie hebben die wedstrijd is gewonnen met 1-3. Dus jullie hebben eigenlijk jullie tweede team heeft even goed bewijs of goed werk geleverd tegen Bruforts. Dat was meer dan goed werk. We hebben de beste wedstrijd uitgezocht voor dit weekend. Het was werkelijk ongelooflijk wat die meiden deden. Oké, kun je ons een beetje meenemen? Nou, hoe is dat allemaal verlopen? Ja, ze zijn een paar weken geleden is Bruforts ook al bij ons geweest. Dat was een uitgestelde wedstrijd. Die hebben we netjes met 3-1 verloren toen. Ja. Maar we hadden allemaal wel het idee van, nou, dat kan wel meer dan 1 set. En dat is dus gisteravond, zaterdagmiddag is dat dus gebeurd. Ze stonden ook stijf uit van de zenuwen, onze tegenstander. Die kon daar helemaal niks mee. En ik heb ook tijdens de wedstrijd een paar keer tegen die meiden gezegd, en vooral tegen de bank, van wat gebeurt ons hier, jongens? Ja. Het was helemaal stil aan de overkant, zoals het dan zo mooi heet. Ja, bijzonder. Maar heel bijzonder. Maar heel mooi. Je zult ook ergens denken van, misschien zeker aan de kant van de tegenstander, op het moment dat je misschien bezig bent, dat misschien de spanning een beetje weggaat en dat je in de wedstrijd begint te komen. Maar dat gebeurt bij mij niet. Nee, gewoon helemaal niet. We hebben dinsdag met de training wel heel veel beweging en verdedigen gedaan. En echt heel veel van heel veel harde ballen achter elkaar, heel, heel hoog tempo. Nou, dat is normaal het spelletje wel een klein beetje van Bruvok, hè? Heel veel power. We hebben in de eerdere wedstrijden ook gezien, en het voordeel is dat wij ze dan een paar keer vaker zien, omdat we de hoegenaam 4 keer tegen moeten. Dat ze in de paaslijn wel te pakken zijn op het moment dat je bekkelhard recht doorzoveert. Daar hebben ze heel veel moeite mee. En dat lukte wel me wel. Ja. Ja. Oké, nou dat is knap dat het eigenlijk allemaal zo goed ging. Waren er nog dingen die voor jullie dan lastig waren, of ging het echt helemaal voor de wind? Ja, nou, we zijn begonnen aan die wedstrijd en op een gegeven moment gaat het gelijk op. En dan merk je van, het plan werkt. En daar word je alleen maar vrolijker van. We hebben door aanwezigheid van twee spelers, eentje was het weekend weg. En dan hebben we geblesseerd, hebben we wat in de opstelling moeten sleutelen. Als alle kwartjes moeten vallen, die vielen zaterdagmiddag. Ja. En dan denk ik, jullie winnen die eerste set. Dan denken wij ook van, ja, oké, dat kan. Hartstikke mooi, dat is in ieder geval 1. Maar we waren er 3 nodig om dames 1 echt te helpen. Maar in de tweede en derde set helemaal zakken hun eigenlijk alleen maar verder weg. Ja. Wij konden niet meer beter spelen, dat deden we wel. Beter dan dat beneden kan niet. Dat heb ik nooit gezien. En dan zijn jullie bij 0-3 voor en dan komt die laatste set. Ja. En dan wordt het ineens 25-15 voor Bruvok. Ja, maar toen was bij Bruvok de drukte wel af en wij vonden het misschien ook wel. Wij waren ook wel klaar. Ja. Ook omdat het 3 sets een groot gevecht was en doel bereikt. We zouden 3 sets winnen, hè, maar we hebben er nooit rekening mee gehouden dat we 4 punten zouden kunnen halen. En dames en heren, helemaal niet, die op de tribune vol ongeloof zat te kijken. Mm-hmm. En dan. Dus, maar het gaat goed dan, want Vokluma dames 1, die zat dan nu bovenaan 70 punten, 2 punten meer dan Bruvok. Ja. Nu hebben ze helemaal in eigen handen nu. We hebben het 1 keer winnen nog. Wat we het hele seizoen al gedaan hebben. En verwacht je dat dat gaat lukken? Want jullie moeten tegen AVO dames 12. Ja, AVO dames 12 is een van de linkse tegenstanders die we kunnen treffen. Ik heb er met dames 2 netjes 2 keer van verloren. Dus ze staan niet zo heel hoog. Ze winnen niet zo heel veel. Maar ik vind het is een heel raar spelletje wat ze spelen. Een beetje kamikaze volleybal hoog voor de pot. En we zien wel wat er gebeurt. Okay. En als dat een paar keer lukt, nou, dan is het bingo. En lukt dat niet, dan zakken ze ook redelijk snel wel weg, hoor. En hoe bereid je voor op zo'n team? We gaan dinsdag gewoon trainen. En ik hoop dat ik de dinsdag voor de wedstrijd, zeg maar, nog een oefenwedstrijd kan regelen. Er zijn wat contacten gelegd, dus ik denk dat dat goed komt. En dan gaan we vrijdag zien wat er gebeurt. Ja. We hebben 1 setje voor de zenuw en dat moet gebeuren. Precies.
Nou, dat wordt, hopelijk gaat het jullie lukken om kampioen te worden dan met dames 1 van Vekluma. En dan volgend jaar naar de tweede klasse dan. Dat wordt een mooie uitdaging. Ja, inderdaad. Nou, super. Dan wil ik je succes wensen komende week met die laatste wedstrijd. Of 14 april is dat, zie ik, tegen Avedoor. Dus kunnen we even voorbereiden. Nog even misschien een oefenwedstrijdje tussendoor. En dan gereed zijn om voor de laatste wedstrijd op te gaan. Ja, en dan hopelijk een mooi feest. Nou, daar doen we niet voor de trainer. Dat komen we zo wel. Nee. Dat is makkelijk, hè? Ja, heerlijk is dat. Nou, dan wil ik je danken, Ronald. Succes en hopelijk tot de volgende keer. Oké, dankjewel. Oké, fijne dag.